Goedendag kijker en luisteraar. Het is vrijdag 6 november. Tijd voor een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal. Een programma van het ministerie van Volksgezondheid waarin u op de hoogte wordt gehouden over zaken rond het coronavirus. De storm is geluwd. Met het fors gedaalde aantal nieuwe COVID-19 besmettingen zijn ook de reguliere persconferenties voorlopig gestopt. Minister Umar Ramadan van Volksgezondheid geeft aan waarom binnen het Outbreak Management Team is besloten om deze wekelijkse persconferenties te schrappen. Met betrekking tot de persconferenties kan ik het volgende stellen. Was er iets eerder aangehaald op een persconferentie van de regering, dat wij als Outbreak Management Team van mening zijn dat we een consolidatie zien van cijfers, dus een daling van COVID-gevallen. Feitelijk is de situatie onder controle. En komen we bij het volk terug wanneer we iets te melden hebben. Dus wij geven aan dat wij niet tegen persconferenties zijn, maar het is ook gebleken dat het COVID-journaal bijvoorbeeld en andere fora die we hebben ontwikkeld een veel beter effect hebben bij de bevolking wat betreft bewustwording. Als er iets te melden zal zijn, dat heb ik ook gezegd, dan zal ik zeker weer een persconferentie organiseren. Maar het heeft ook te maken met de kosten die gepaard gaan met en de opzet die gepaard gaan met zo'n persconferentie. Dus voor dit moment volsta ik met het COVID-journaal en het persconferenties die hebben nu niet zo'n belangrijke rol. Zondag aanstaande zal de regering via nationale tv en radio het volk toespreken over de COVID-19 situatie in ons land. Hoewel die stabiel is, moeten we waakzaam blijven, zegt minister Ramadan. Hiermee doelend op feesten en uitvaarten waar de COVID-19 protocollen opzij worden gezet. En dat is echt niet verstandig. Zeker niet als we het nieuwe coronavirus onder controle willen houden met minder beperkingen. Met betrekking tot de voorspellingen over de maatregelen die nu zullen gaan volgen, de tijd nadert, kan ik het volgende zeggen. Ik wil de samenleving complimenteren. We zijn al een aantal weken met de situatie dat COVID goed onder controle is. Er zijn zelfs dagen dat we maar 3 of 4 positieven hebben op een behoorlijke testbatterij. Dat is goed. Het is ondanks we een aantal risico's hebben genomen om bijvoorbeeld het openbaar vervoer open te stellen, het onderwijsproces, maar ook het luchtverkeer. Reizigers uit verschillende landen accepteren en ontvangen, zien we dat de situatie goed onder controle is. Het lijkt alsof de bewustwording van de samenleving steeds beter en beter wordt. En COVID-journaal helpt natuurlijk nog steeds. En ik zeg het volgende, als mensen zich inzetten om een bepaalde doel te behalen, in dit geval dat de samenleving zich wil committeren eraan, dan moet je ze weer wat teruggeven. Dus we kijken met de regering om in ieder geval in aanloop naar de komende week wat vrijere maatregelen te creëren. Exact hoort u dat van ons, van de regering. Maar ik wil wel op enkele gevaren wijzen. En dat is het volgende. We hebben de beelden gezien. We hebben de situaties gezien die langskomen waarbij er normaal wordt gefeest. En met name sinds het afgelopen weekend hebben we gemerkt dat er een toename is van feesten. En feesten onder het protocol werkt niet. Ik ben ook naar 2 of 3 evenementen geweest waar er een religieuze bijeenkomst was of misschien een huwelijk onder het protocol. En het lukt niet. De mensen beginnen goed, iedereen wordt netjes geaccommodeerd. En gaandeweg dat evenement, dan zie je wat er gebeurt en verslappen de maatregelen. Daar schuilt het gevaar. We kennen situaties waarbij op huwelijken of op uitvaarten mensen besmet zijn. En dat verregaande gevolgen heeft gehad voor familie en overige. We moeten nog steeds alert blijven. De maatregelen zijn nog steeds van kracht. Er is een presidentieel besluit die zegt dat feesten niet wordt toegestaan, inclusief huisfeesten. En we kunnen zeker stellen dat er zaken zijn die ook mislopen. Zo hebt u gezien dat er in een feesttent of een discotheek die open was, onder een presidentieel besluit waar het verboden is, er een schietpartij is geweest. Daar is natuurlijk, roept het vragen op, vraagtekens. De handhaving moet verder worden ingezet. Het mag ook niet verslappen. En ik roep de mensen op, als u een vergunninghouder bent van een bar
of een club of iets anders. En u gaat tegen het presidentieel besluit in. U komt in grote problemen. We willen meewerken. We willen meewerken, maar we moeten ook begrijpen waar de hoogrisicogebieden zijn. Waar zijn de hoogrisicoactiviteiten? Met name bars, clubs, feesten. Dat gaat als laatste in het traject van COVID worden opengesteld. We zijn bezig met de hele sector en we verwachten ook die medewerking. Dus helaas moet ik zeggen dat wij hopen en we kijken uit naar de cijfers. Want als dat van feesten zich voortzet, dan verwacht ik wel dat wij niet vreemd moeten opkijken als we weer een lichte stijging krijgen van gevallen. En dan gaat onze handhaving en onze aanpak bepalen hoe ver wij willen gaan. Maar de mensen, ik snap het, en naarmate december nadert, leek het alsof de mensen het niet meer kunnen. Maar houd uw geduld, hoor patiëntie, want het vaccin is er nog niet. En als het vaccin er is, dan moeten we gaan kijken hoe lang het duurt voordat u beschermd bent. En ook daar gaan we geduld moeten hebben, geduld moeten vragen. Dus ik weet dat u wilt feesten, ik weet dat u weer wilt gaan clubben, ik weet dat u weer wilt gaan socializen met uw vrienden. Maar helaas kan dat niet in een setting waar wij nog geen toestemming voor geven. Het moet lukken. Als u het doet in open lucht, onder protocol, dan moet het wel zeker lukken. Maar ik vraag nogmaals de samenwerking met de ondersteuning van de gemeenschap. Blijft u zich houden aan die maatregelen. Mondkap op, handen wassen en afstand houden. En met het oog op de komende hoogtijdagen, zoals Diwali, Srividensie en vooral Oruyari, heeft minister Ramadan handige mededelingen over hoe deze feesten in verband met COVID-19 er dit jaar uit zullen zien. Er zijn aanvragen binnengekomen voor enkele grote evenementen of grote herdenkingsdagen, belangrijke herdenkingsdagen dan. Dat is voor het Diwali-feest. En u weet, Diwali-feest in Suriname wordt jaarlijks gevierd of herdacht op het Onafhankelijkheidsplein. Dat is iets een traditie en het is een religieus evenement. Wat wij hebben gedaan is dat wij dit jaar onder protocol enkele afspraken hebben gemaakt met de organisatie. We hebben zelfs wijzigingen doorgevoerd. Het zal een eenmalige herdenkingsactiviteit zijn waarbij een deel van de regering aanwezig is. En er zal geen publiek worden toegelaten. Dus de zaken worden live uitgezonden. Maar de dia, zoals dat bekend is, dat wordt wel aangestoken en moet blijven branden voor een bepaalde tijd. Dus wat betreft de Wali, daar zijn we met de organisatie op goede spoor voor een protocol. Het is een evenement dat op één locatie is, dus je kan het goed onder controle hebben. Natuurlijk zal de overheid controleren als zaken in place zijn. Met betrekking tot de onafhankelijkheid viering, het is geen feest. Er zijn buitenlandse gasten die Suriname bezoeken in het kader van 45 jaar onafhankelijkheid. Ik denk ook van wie gaat weten dat het 45 jaar is en het is een nieuwe regering. Dat de regering deze kans ook niet wil laten glippen om enkele hoge presidenten uit het buitenland te ontvangen, hoge gasten. En ik denk dat het goed is, maar natuurlijk is het belangrijk dat de protocollen en de COVID-maatregelen goed in acht nemen. Ik heb mij laten vertellen dat het niet gaat om feesten, maar het zijn herdenkingsactiviteiten of momenten waarbij ook nog beleid wordt vooruitgezet, trajecten worden uitgestippeld in het bilateraal overleg wat de gasten zullen hebben met onze president. We informeerden bij de gezondheidsminister expliciet hoe onze gezondheidsautoriteiten zullen omgaan met de doorgaans erg drukke viering van Oruyari in december. Hij is er duidelijk over. De Pagare Estafette wordt sowieso geschrapt en er wordt samen met de organisatoren nu al hard nagedacht over wat er mogelijk voor in de plaats komt. Wij weten met z'n allen hoe oudjaar wordt afgesloten in Suriname. Het is een traditionele gebeurtenis geworden nu, dat we het heel groot doen op onze eigen unieke manier. De verzoeken en vragen, meer de vragen en de onzekerheden komen bij de mensen worden steeds duidelijker. Men wil weten hoe het dit jaar eruit gaat zien. Wij stellen voor dat er de klassieke traditionele Pagara Estafette niet wordt gehouden. Mede in oogenschouw nemend dat wij massa mensen bij elkaar krijgen die zeker niet hun mondkap gaan opdoen als ze iets nuttigen, zeker geen afstand kunnen garanderen en ook niet continu hun handen kunnen wassen. Dat zijn drie voorwaarden
die heel belangrijk zijn wanneer je een evenement wil organiseren. Je moet dat kunnen garanderen. En de organisatie zelf heeft ook al aangegeven dat dat niet gaat lukken. Wij willen wel meewerken aan een goede afsluiting van het jaar. Zij het in persoonlijke sfeer, dat is er geen probleem, zonder feesten. Maar wel op een normale manier, zoals we dagelijks werken met elkaar. Op kantoor moet het ook kunnen dat we die dag goed afsluiten. Jammer genoeg zonder een brasa, zonder een bekende borrel. Ofwel een borrel met de voorwaarden dat het niet uitbundig wordt. En muziek en dat soort dingen. Dus het wordt een beetje sober, maar we moeten het toch gezellig kunnen maken op een COVID-afsluiting. De hele wereld ervaart deze lastige effecten van COVID. En iedereen kijkt er tegenop. We moeten wel meewerken aan enkele verzoeken wanneer mensen en bedrijven verzoeken willen doen voor een afsluiting. Dat we daar wel heel strak naar gaan kijken, omdat wij niet willen hebben dat we na 2 weken na afsluiting verrast worden met een andere golf. Want we zijn daar echt niet ready voor. Iets anders. Er is de voorbije dagen wat ruis ontstaan over de bijstelling van cijfers op het COVID-19 dashboard ten aanzien van nieuwe besmettingen. Er is namelijk ineens een stijging te zien in het aantal actieve gevallen. En dit komt vooral door het feit dat het nu nog niet mogelijk is om nieuwe besmettingen in real time binnen te krijgen. Soms kan het een paar dagen duren voordat het ziekenhuis zich verzekerd weet dat het om een nieuwe COVID-19 besmetting gaat. Met de komst van de sneltests later deze maand zal dit gat in de informatie redelijk gedicht zijn. Dit zegt dokter Ritesh Dhanpat van het COVID-19 Outbreak Management Team. De cijfers, er zijn achterstand geweest bij het verwerken van patiënten die waren opgenomen, zijn ontslagen, zijn hersteld, zijn ontslagen. En die moesten dus verwerkt worden. In het verleden hebben we dus een groot deel verwerkt. En nu zijn er dus op dagbasis, afhankelijk van aantal ontslagen patiënten, aantal mensen die worden opgenomen, aantal mensen die positief zijn getest, kan je dus soms een klein verschil krijgen. Dus dat wanneer de patiënt nog niet is opgenomen in het ziekenhuis, dat je dus een bepaald x-aantal hebt in de ziekenhuizen. En het moment dat ze opgenomen worden, de volgende dag, dan heb je dat het correcte weergave. Maar natuurlijk gaan er weer patiënten ontslagen worden, waardoor je dus dan steeds een schommeling krijgt. Active cases moet dat meestal nog verwerkt worden. Als er dus uitslagen rond 8 uur bekend worden, betekent dat er soms, als er weinig gevallen zijn, dat ze al worden gereserveerd voor waar ze opgenomen worden. We doen nog steeds een opname in afhankelijk van de conditie van de patiënt in het ziekenhuis. Als ze problemen hebben, risicofactoren hebben, worden ze opgenomen in het ziekenhuis. Mensen die een beetje slecht aan toe zijn, worden opgenomen in de ICU, Intensive Care Unit. En mensen die dus nauwelijks klachten hebben, of heel weinig minimale klachten hebben, die worden opgenomen in de isolatie, zodat zij anderen niet kunnen besmetten. Dat zijn de 3 plaatsen waar ze worden opgenomen. Dus het kan voorkomen dat wanneer de dashboard wordt geüpgrade, dat op dat moment de cijfers niet helemaal gaan kloppen, dat bepaalde misschien 1 of 2 gaan verschillen. Maar dat komt puur alleen omdat die 3 dan nog niet zijn geüpdate en de positief die vandaag van die dag nog niet zijn verwerkt. De volgende dag pas wordt dat verwerkt. En om dat helemaal op real-time te doen, dat is op dit moment niet mogelijk, omdat we die infrastructuur, het netwerk daarvoor niet hebben. De sneltesten zijn, ik heb bericht gehad dat ze sinds deze week al binnen zijn. Ze moeten nu overgedragen worden vanuit PAHO naar het Volksgezondheid. En daarna is het implementeren. De mensen trainen om het te gebruiken en in principe in de verre plaatsen gaan we dan dat gebruiken. Zodat er geen delay is in uitslagen van mensen. Denise Tellegt is internist-infectioloog, werkzaam in het ziekenhuis in Nijmegen, Nederland. En ze is de afgelopen tijd in Suriname geweest. Ze is tevens de coördinator van de luchtbrug tussen Nederland en Suriname. Ze heeft zich op verschillende plekken in de verschillende ziekenhuizen van ons georiënteerd en ook meegeholpen waar nodig. Als arts zegt ze dat ze heel erg onder de indruk is van hoe Suriname is omgegaan met de COVID-19 besmettingen. Ze is er trots op en zegt ze, Nederland kan er een voorbeeld aan nemen. Ik ben een van de coördinatoren van de luchtbrug tussen Nederland en Suriname. Toen
hier een enorm COVID-probleem was. En toen hebben we allerlei zeg maar paramedici, dokters, verpleegkundigen, analisten, infectiepreventiemensen gestuurd om te komen helpen. Gelukkig is het nu hartstikke goed in Suriname. Hè. Ik ben echt onder de indruk om te zien hoe het nu is. Ik bedoel, wat dat betreft kan Nederland echt wel wat leren van Suriname. Omdat hier toch hele strenge, duidelijke maatregelen zijn genomen. En de bevolking heeft zich toch echt grotendeels eraan gehouden. Dus daar alvast een pluim dat dat gebeurd is. En als ik om me heen kijk, ik ben weer in Wanica geweest. Hè, de getallen zijn veel minder, ze zijn nog niet weg. Maar het is wel indrukwekkend om te zien hoe netjes het onder controle is nu op dit moment. Dus ik hoop dat iedereen zich blijft houden aan de regels, zodat het gewoon ook wegblijft. Hè? En dat er niet weer iets gebeurt. Dus daar zijn we echt van onder indruk. Het is niet weg, dus we moeten ontzettend waakzaam zijn dat we niet die taferelen in Nederland krijgen. Want ik, bij de gratie gods, mag ik even een weekje weg, maar het is in Nederland heel erg. We hebben honderden mensen, we moeten ziekenhuizen opnames stoppen. Het is chaos. En nu net de laatste paar dagen begint het wel te zakken. Dus ik hoop dat dat doorgaat, want anders hebben we een enorm probleem. We sturen mensen naar België, naar Duitsland. Ik gun Suriname dit niet. Nederland heeft veel meer reserves, hè, dus die kan nog een beetje creatief zijn. Maar als Suriname weer een zoveelste golf, of je de eerste of je de tweede of de derde noemt, dat zou heel vervelend zijn, maar hoe dan ook, ik ben ook hier om te kijken hoe we daarop kunnen voorbereiden, mocht dat toch gebeuren. Dus Suriname doet het goed. En u heeft het gehoord, drukke bijeenkomsten zijn nog niet aan de orde, helaas. Maar het is even niet anders. Wij, de totale samenleving, moet nog even doorbijten met de beperkingen als gevolg van het coronavirus. En voordat ik u laat gaan, geef ik alvast door dat het COVID-19-journaal van maandag aandacht zal besteden aan het district Kommerwijnen. Daar zijn ze blijkbaar een heel stuk gehoorzamer. Maar u hoort het en ziet het maandag in een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Bedankt voor het willen kijken en luisteren. Ik wens u een goed, maar bovenal veilig weekend toe.